Hey, welkom bij een nieuwe video. Google Earth en Google Maps stellen ons in staat om de hele wereld te verkennen. Maar af en toe stuiten gebruikers op fascinerende en spookachtige ontdekkingen. En vandaag gaan we het hebben over 10 van dergelijke ontdekkingen. Ben je nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je abonneert en op de meldingsbel drukt. En voordat we beginnen, geef de video ook een like. Yeah! 10. De oneindige put. Een mysterieuze, nooit eindigende put die werd ontdekt in een verlaten gebouw in Japan, heeft de aandacht getrokken van veel mensen op sociale media. Iemand gebruikte Google Maps om de locatie naast het voormalige Nara Dreamlands Waterpark te verkennen. Binnen in het gebouw bevindt zich een grote put in de grond met groenachtige verlichting en ramen, vergezeld van een robotachtige figuur in de buurt van de afgrond. Sommige kijkers speculeerden dat de plek een achterkamer zou kunnen zijn, verwijzend naar een creepypasta verhaal over een valachtige ruimte. Hoewel de oorsprong en ware aard van het gebouw onbekend blijven, draagt het bij aan de fascinatie rondom spookachtige ontdekkingen op digitale platforms. Een vergelijkbare nooit eindigende put werd ontdekt in Guatemala-stad in 2010. Dit evenement trok wereldwijd de aandacht en riep vragen op over onderliggende geologische omstandigheden. 9. Griezelig verdwenen Lincoln Way. Een verdwijnende straat in Clairton, Pennsylvania is onlangs ontdekt op Google Maps. Wanneer je een paar meter beweegt op Street View, verdwijnt de Lincoln Way volledig omdat de foto's maanden uit elkaar zijn genomen. Volgens de lokale legende ondervond de straat een neergang nadat bewoners werden afgeschrikt door een mysterieus beest. Het gebied had een arbeidersgemeenschap van zwarte mensen en leed onder verval naarmate lokale industrie afnamen. Het verlaten van gebieden of spooksteden wordt vaak toegeschreven aan economische factoren. Soortgelijke verhalen over verlaten of achteruitgaande wijken zijn over de hele wereld te vinden en weerspiegelen de impact van economische veranderingen op gemeenschappen. 8. Een buitenaardse hangar. Een buitenaardse hangar in de buurt van Area 51 heeft een debat doen ontbranden nadat het werd gespot op Google Earth. Tyle Glockner, een complottheoreticus, beweert een mysterieuze structuur met 3 openingen binnen in een berg te hebben ontdekt. Sommigen geloven dat deze openingen leiden naar een verborgen buitenaardse basis. De video ging viraal, waarbij velen beweerden dat het duidelijk bewijs is van buitenaards bestaan. Sommige mensen suggereren zelfs dat het een geheime schuilplaats van de overheid zou kunnen zijn voor wapenexperimenten. Terwijl het debat tot op de dag van vandaag voortduurt, draagt het bij aan de fascinatie rondom Area 51 en de speculatie over de activiteiten die er plaatsvinden. Area 51 is een zeer geheime faciliteit van de Amerikaanse luchtmacht, gelegen in Nevada, bekend om zijn associatie met samenzweringstheorieën en vermeende buitenaardse activiteiten. Sommige mensen geloven dat de overheid bewijs van ontmoetingen met buitenaardse wezens verbergt en geheime onderzoeken uitvoert naar geavanceerde vliegtuigen en technologie. 7. Een onbewoond eiland voor de kust van Tanzania. Het onbewoonde Irukwa-eiland, gelegen in het Victoriameer van Tanzania, is het middelpunt geworden van speculatie en schok nadat gebruikers op Reddit een verontrustende scène ontdekten op Google Maps. De scène toont wat lijkt op een smalle gang in een industrieel gebouw met een afbeelding van een levenloze man op de vloer, bloed bespat op de muren en verontrustende boodschappen op de deuren en muren. Terwijl sommige gebruikers denken dat het een nepcreatie is, vinden anderen de aanwezigheid van een menselijke schaduw achter de door computer gegenereerde figuur verontrustend, wat bijdraagt aan de griezelige sfeer. De ware oorsprong en aard van de scène blijven onduidelijk, waardoor ruimte ontstaat voor speculatie en doorlopende discussies onder online gemeenschappen die gefascineerd zijn door dergelijke anomalieën. 6. Een kleine onderwaterstad. Een kleine onderwaterstad ontdekt nabij de Florida Keys heeft de interesse gewekt van gebruikers op sociale media. Het gebied bevat rechthoekige structuren en antenneachtige formaties met eigenaardige groeisels. Mensen speculeren dat het mogelijk Atlantis is, een rotsboerderij of een onderwaterbegraafplaats. In werkelijkheid maken de structuren echter deel uit van een koraalkwekerij en restauratieproject van de Coral Restoration Foundation. Het project heeft als doel beschadigde koraalriffen door vervuiling en klimaatverandering te redden en te herstellen. Metalen koraalbomen worden gebruikt om koraalfragmenten te koesteren totdat ze groot genoeg zijn om weer teruggeplaatst te worden in de riffen. Het initiatief heeft al succesvol 130.000 bedreigde koralen teruggeplaatst naar de riffen van Florida, wat bijdraagt aan duurzaam wildtoerisme en de groeiende trend om oceanen te behouden. Er zijn nog andere onderwaterkoraalkwekerijen over de hele wereld. Een voorbeeld hiervan is het BioRock-project in Bali, Indonesië. Dit project maakt gebruik van een techniek genaamd BioRock of Mineral Accretion Technology om kunstmatige structuren in de oceanen te creëren die de groei van koraal bevorderen. Deze structuren zijn gemaakt van metalen frames die elektrisch geladen zijn, wat mineralen uit het zeewater aantrekt en de groei van koraalpolypen stimuleert. Het BioRock-project streeft naar het herstel van beschadigde koraalriffen, het vergroten van de biodiversiteit en het bieden van duurzame middelen van bestaan voor lokale gemeenschappen. 5. De engste straat.
Mensen geloven dat deze straat in de Braziliaanse staat Santa Catarina, vastgelegd op Google Street View, een spookachtig geheim herbergt. Terwijl gebruikers de zonnige straat verkennen, vindt er plotseling een overgang plaats en verandert de omgeving in een pikzwart, griezelig landschap. Slechts enkele meters verderop. Om het mysterie te vergroten, lijkt een spookachtige groene menselijke figuur de bewegingen van de kijker genadeloos te volgen. Het fenomeen heeft verschillende interpretaties op gang gebracht, waarbij sommigen wijzen op een demonische aanwezigheid of zelfs de duivel zelf. Hoewel niet iedereen gelooft in het bovennatuurlijke, speculeren sommigen dat de opzettelijke manipulatie van de foto's van de straat een poging kan zijn om iets te verbergen. 4. Oude stenen poorten gevonden in een woestijn. Oude stenen poorten zijn ontdekt in de Saoedische woestijn. Door mensen gemaakte structuren variëren van 2000 tot 9000 jaar oud, werden geïdentificeerd door archeoloog David Kennedy van de Universiteit van West-Australië. Deze stenen formaties, die lijken op traditionele boerderijpoorten, sommige tot wel 500 meter lang, blijven enigmatisch wat betreft hun doel en functie. De ontdekking werd gedaan nadat een Saoedische arts de archeoloog attent maakte op de structuren die hij had opgemerkt op Google Earth. De poorten, gelegen in de lavavelden van een oude vulkaan, zijn vanuit de lucht beter zichtbaar vanwege het barre en onherbergzame karakter van het omringende landschap. De beschikbaarheid van satellietbeelden met een hoge resolutie heeft de archeologische studies revolutionair veranderd door informatie toegankelijker en betaalbaarder te maken. 3. Een spookgebouw in Manchester. Waarnemingen van spookgebouwen op Google Maps in Manchester hebben gebruikers verbaasd, aangezien deze structuren in werkelijkheid niet bestaan. Het fenomeen kwam aan het licht door een Twitter-gebruiker die de mysterieuze gebouwen naast Manchester Magistrates Court ontdekte. Afbeelding toont een groep gebouwen die lijken misplaatst te zijn tussen de omliggende hoogbouwappartementen. Een van de spookgebouwen is diagonaal gepositioneerd ten opzichte van de aangrenzende structuur en lijkt te interfereren met nabijgelegen gebouwen aan Bridge Street. Speculaties over de oorzaak van deze fout omvatten suggesties van een intersectie met een extra realiteit en een spookhotel. Een vergelijkbaar voorbeeld van een spookgebouw is de Sunken City in San Pedro, Californië. Op digitale kaarten zijn de overblijfselen van de buurt nog steeds zichtbaar, waardoor de illusie ontstaat dat de huizen en structuren intact zijn, hoewel ze in werkelijkheid zijn ingestort in de zee en het gebied ontoegankelijk is voor het publiek. 2. Een onbeleefd bericht gemaaid in het gras gericht op een buurhuis. Een onbeleefd bericht en een pijl die naar een buurhuis verwijst, werden ontdekt op Google Earth door een oplettende gebruiker in Salt Lake City, wat wijst op een mogelijk conflict tussen de bewoners. De afbeelding werd gedeeld op Reddit en leidde tot speculatie en discussie onder online gebruikers. In de loop der jaren heeft Google Earth talloze ongebruikelijke en intrigerende beelden vastgelegd, variërend van een gebouw in de vorm van een swastika tot het gezicht van Jezus Christus in een veld. Daarnaast kreeg de ontdekking van een mysterieus metalen obelisk in Utah veel wereldwijde aandacht. Hoewel Google Earth een populair hulpmiddel blijft om de wereld te verkennen, heeft het ook kritiek gekregen met betrekking tot privacy kwesties en mogelijke veiligheidsrisico's, wat aanleiding heeft gegeven tot voortdurende discussies over de impact en het gebruik ervan. 1. Een bizar bouwwerk in de Egyptische woestijn. Een bizar bouwwerk in de Egyptische woestijn heeft speculatie aangewakkerd onder UFO-jagers vanwege zijn unieke ontwerp en mysterieuze cirkels rond tweepuntige gebouwen. Het doel van het complex blijft onbekend, met suggesties variërend van een raketlanceerplaats, nucleaire bunker, zandboerderij tot een ondergrondse basis. De vormgeving wordt omschreven als futuristisch en onderscheidend, met een unieke uitstraling in het dorre landschap van de Egyptische woestijn. Een UFO of ongeïdentificeerd vliegend object verwijst naar elk luchtfenomeen of object dat niet gemakkelijk kan worden geïdentificeerd of verklaard. Hoewel de exacte aard van het bouwwerk in de Egyptische woestijn nog moet worden vastgesteld, hebben de raadselachtige kenmerken veel mensen geïntrigeerd en speculatie aangewakkerd. Vooral degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van buitenaardse connecties. Welke ontdekking vond jij het meest spannend? Laat het ons weten in de reacties. Als je de video leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Als je meer van onze video's wilt zien, klik dan op een van de schermen of bekijk ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.